Goedenavond, welkom bij Opgelicht. Vanavond het verhaal over vier ondernemers in de bouwwereld en hun klanten. Klanten die droomden van een huis dat snel en goed gebouwd zou worden. Maar de huizenkopers blijven achter met hoge schulden en half afgebouwde huizen. En de ondernemers zijn in alle staten. Wij zijn tonnen zijn er verdwenen, meneer. Jullie hebben de verkeerde sukkels dat jullie zijn. We zijn er genoeg. Laat je eerst eens goed informeren. Je wordt op deze manier dan als laatste het ravijn ingeduwd. Ja, dan heb ik toch wel daar enige rancune over. En denk ik ook niet dat dat ooit nog goed zal komen, zeg maar. Kunnen ze jetzt bitte gehen? Es gibt schon riesen Ärger hier mit Polizei und alles. Mit Polizei, warum? Es ist jetzt beendet. En ik ben heel graag genegen om met de curator te praten, maar de curator zegt niks. Mark, laat ze. Hey. Bij dit dossier valt op dat veel mensen kwaad zijn. Kwaad omdat het huis niet afgebouwd is. Kwaad omdat afspraken niet zijn nagekomen. Maar vooral kwaad omdat er veel geld is betaald voor niets. Vier ondernemers in de bouw met elk hun eigen verhaal. Daartegenover staan de gedupeerden die allemaal eenzelfde soort ervaring hebben met deze partijen. Miscalculaties, onafgebouwde huizen en niemand lijkt de verantwoordelijkheid op zich te willen nemen. De familie van Taarling ging met eurowonen van Marcel Holt in zee. Wat ons droomhuis zou moeten zijn en wat nu eigenlijk, ja, ik noem het nog maar eventjes een bouwval. We hopen dat het natuurlijk straks uiteindelijk wel mooi gaat worden. Maar ja, het staat er nu bij al maanden echt troosteloos. In de periode dat Van Taarling met eurowonen zaken doet, gaat het niet goed met dat bedrijf. Marcel Holt ligt in de clinch met ex-compagnon Peter Dam en met de Duitse aannemer Sven Jürgen van TCS. Om de bouw toch door te laten gaan, komt Holt met Dennis Slikker op de proppen. Onder de naam Kasteelwoningen zouden de werkzaamheden worden voortgezet. Alles zo'n beetje wat fout kon gaan, behalve dan de eerste weken van de heipalen, de fundering en we noemen het eventjes de bouw van het skelet. Daarna is eigenlijk alles verkeerd gegaan. De wanden zijn niet overal gelijk. Het dak loopt scheef. Afwatering gaat de verkeerde kant op. Kozijnen zijn niet allemaal op dezelfde hoogte afgesteld. Er zit daar bijna een centimeter verschil in. De andere kant op is een kozijn waar toch wel gauw 6 centimeter verschil in zit. VKE uit Apeldoorn levert voor het enige wel afgebouwde huis van kasteelwoningen kunststof kozijnen. Ik krijg van ze nog zo'n 36.000 euro. Ook hij krijgt te maken met de belabberde bouwkwaliteit. Ik heb de autotechnische details van een x-aantal woningen gezien. Dat gewoon de complete muren scheef stonden. En zodoende gaan de kozijnen ook scheef staan. Te vergeefs stuurt VKE facturen naar kasteelwoningen van Dennis Slikker, waarin hij samenwerkt met Marcel Holt. En maar wachten, maar geen geld. En toen heb ik gewoon gezegd van nou, ik zeg Marcel, ik wil helemaal niet meer met je praten. De enige verwijspunt, ik ga gewoon naar Dennis Slikker. Ik zeg, hij wordt mijn aanspreekpunt en daar ga ik gewoon mee verder. Ja, wat is de reden dat je boos bent op Marcel Holt? Gewoon veel afspraken maken en niet nakomen gewoon. En hetzelfde voor Dennis Slikker, waarom ben je boos op hem? In principe hetzelfde verhaal. Er is nog meer verkeerd gegaan met de woning van de familie van Taarling uit Lelystad. De hoogte van het plafond die zou op 3 meter komen. En uiteindelijk is dat op 3,50 meter hebben ze dat gemaakt. Maar zoals je nu ziet, omdat ze het 50 centimeter hoger hebben gemaakt, heb je nu die opstap dus om naar je dakterras te komen. Nou, ja goed, dat gaat dus uiteindelijk dus niet meer lukken zoals je ziet. Rondom het te hoge dakterras zou een hekwerk geplaatst worden. Reno Parts uit Vianen is de fabrikant. Nou, dit is het bewuste hekje voor Marcel Holt of Kasteel Wonen. Nou, je ziet het is allemaal hier op maat gemaakt. Het is allemaal gespoten in een speciale kleur. Ja, en het valt niet meer in te korten of te her te gebruiken. Dus ja, het is afval. Ja? Ja. Het factuurbedrag voor dat hekwerk is 5.000 euro. Wij proberen ons geld altijd binnen te krijgen bij debiteuren door een eerste herinnering te sturen, een tweede herinnering te sturen, te bellen. En op een gegeven moment pakte hij gewoon helemaal zijn telefoon niet meer op. Zowel niet bij Kasteel Wonen als 06 niet. Ja, het was gecalculeerd op 205.000, inclusief het zwembad. En wat het zou moeten kosten achteraf, legt het zo rond de 275.000 euro. Als wij niet zoveel vrienden hebben die ons willen helpen met het afbouwen, dan zouden wij het huis nooit af kunnen laten bouwen met het budget wat we hebben. We spreken met nog meer families. Zo komt de familie Klaassen in contact met Eurowonen op het moment dat het nog een VOF is. De vennoten zijn Marcel Holt en Peter Dam. De VOF gaat over in een BV. Niet veel later wordt Peter Dam bedankt voor bewezen diensten. Zo vertelt hij ons. Voor de familie Klaassen maakt het geen verschil. Ze zijn een ton kwijt.
Onze Monique is 5 jaar geleden overleden. En toen konden wij er eigenlijk niet zo goed mee tegen. Vooral ik, dat ik in dat huis woonde. Iedere keer haar slaapkamer in kwam, steeds weer ermee geconfronteerd werd. Het is eigenlijk door haar overlijden dat we hebben gezegd van... we willen een andere woning. Voor de bouw van het nieuwe huis komen ze in contact met Marcel Holt. Toen nog actief met Eurowonen. Marcel Holt en Eurowonen die hebben ons dermate gedupeerd... dat we gewoon eigenlijk voor 100.000 euro het schip zijn ingegaan. En ons vertrouwen in hem is zo beschaamd. Niet alleen hij, maar Peter van Dam, Sven Jürgen in Duitsland... Het totaalplaatje zou zijn dat wij dus 1100 kuub aan ruimte zouden hebben in huis. En dat is dus totaal niet gebeurd. Nee, maar wat staat hier achter jullie? Nou, iets van 500 kuub. We spraken met de advocaat van twee benadeelde families. Voor die mensen verzorgde Peter Dam de bouwtekeningen. De tekeningen zijn nooit afgerond, maar cliënt hebben wel... betaalt een bedrag van ongeveer 30.000 euro. In overleg met zijn cliënt probeert de advocaat Peter Dam... als vennoot van Eurowonen failliet te laten verklaren. Dit lukt niet, want Sven Jürgen van TCS heeft alles ondertekend. En dat bedrijf is failliet. Dus het komt er gewoon grof op neer dat als je een vordering hebt... op een failliet bedrijf, dat je eigenlijk nooit iets ontvangt. Zelfs slechts in uitzonderingsgevallen gebeurt dat. De advocaat probeert in een rechtszaak 72.000 euro voor de familie Stulp terug te krijgen. Het geld is gestort op de rekening van Eurowonen, maar was uiteindelijk bedoeld voor TCS, die er bouwmaterialen voor zou kopen. Men is begonnen aan het graven van de bouwput, maar ja, die liep direct vol met water. Ja, en toen is men gestopt. Holt laat weten dat de familie Stulp zich geen zorgen hoeft te maken. Dat bedrag van 72.000 wat hij eigenlijk zou doorbetalen aan de Duitse aannemer. Dat heeft hij achtergehouden en gezegd, dit stel ik zeker voor jullie. Ik zorg ervoor dat er nu wel een goede aannemer komt die dat gaat voor elkaar maken. Nou, dat is dus niet gebeurd. Er is wel een voorschot toegewezen op die schadevergoeding van 72.000 euro. Maar ja, goed, die hebben we nooit kunnen verhalen aangezien Eurowonen BV heel kort daarna wel failliet gegaan is. Naast de woning van de familie Klaassen in Dronten staat een onafgebouwd huis. Dat is van Marcel Holt privé. De fundering is aangelegd door het familiebedrijf Ten Napel uit Urk. We wilden elkaar eerst leren kennen, van ja, hoe werken we met elkaar, lukt het wel, klikt het? En dat ging hartstikke goed, die facturen werden ook betaald. Het Duitse TCS van Sven Jürgen kan nu de woning van Holt gaan bouwen. En dat ging gewoon helemaal mis, ze hadden helemaal geen kennis van zaken, ze konden helemaal niet bouwen. Dus ze lagen gelijk overhoop met de gemeente, met de opzichter, van ja, jongens, dit gaat helemaal niet goed. De woningen worden gebouwd met piepschuimblokken, hierin wordt beton gestort. Het heeft hierdoor een hoge isolatiewaarde en het is snel te bouwen. Daardoor zou het goedkoper moeten zijn dan traditionele bouw. Al die piepschuimdosis die dan gevuld worden met beton. Nou, daar keken wij eens heel goed naar. En dat leek wel een keer of 4 of 5 verplaatst te zijn. En dat was kapot, hoeken eraf. En toch werd dat gewoon verwerkt door die Duitse aannemer. Ja, dus toen mocht er echt een lichtje te branden. Hier is iets niet in de haak. Ook de firma van Tongeren gaat aan de slag voor Eurowonen. Ze plaatsen onder meer waterpompen bij de woning van Holt. Dat doen ze ook bij de woning van een van Holts klanten, de familie De Vries uit Dronten. Hij betaalt niet, je hoort niks, je krijgt geen contact. Op dat moment ga je ook in je omgeving, dus in dit geval ook Ten Napel, is bellen van hoe is het bij jou? Nou, daar bleven de betalingen ook gigantisch achter. Meer dan 31.000 euro zijn we kwijt. Onze totale schade is circa 20.000. En er ligt nu een lege kavel waarvan wij 30.000 euro kosten hebben liggen. Volgens mij van Tongeren is er rond de 20.000 euro aan kosten. Dus dat is 50. En ik heb begrepen, familie De Vries heeft er zelfs onder 1.000 euro al vooruit betaald. Dus dan praat je over een lege kavel waar al onder 50.000 euro kosten weg zijn. En waar is het? Toen hebben we samen met Ten Napel eigenlijk... zijn faillissement aangevraagd. We hebben 0,0 gevangen. Maar goed, we denken, we straffen je af. We vragen faillissement, zodat je dit trucje niet nog een keer kan flikken. Eurowonen gaat inderdaad failliet. Maar in Almere Poort gaat het bedrijf Kasteelwoningen verder. Daarin werkt eigenaar Dennis Slikker samen met alweer Marcel Holt. Vele families hebben aanbetalingen gedaan, maar er zijn minimale of zelfs helemaal geen prestaties geleverd. Deze woning staat vanaf december onaangeroerd. Er is 125.000 euro op aanbetaald. En de kavel naast dit onafgebouwde huis ligt nog braak. De familie die de grond in bezit heeft betaalde 21.000 euro aan kasteelwoningen. En een straat verder liggen deze twee funderingen al maanden te wachten.
De eigenaren hebben samen al 165.000 euro betaald. Hier in de studio aanwezig de familie Sainbang. U bent broers en beide in zee gegaan met kasteelwoningen. Rinaldo Sainbang, met wie heeft u zaken gedaan bij kasteelwoningen? Ik heb met Marcel Holt zaken gedaan. Ja, linkerkavel is van u. Wat heeft het u gekost, die funderingen? Ik heb nu 100.000 euro aanbetaald. François, het rechterkavel is van u. Wat heeft u betaald inmiddels? Ik heb 66.000. Ja. Wanneer had het af moeten zijn? Volgens de planning was het over 2 maanden zou dit opgeleverd moeten zijn. Ja, dat gaat niet meer lukken, hè? Nee. Hoe woont u nu, beide? Nee, we wonen dus nu met z'n tweeën in een huisje. Ja, met twee gezinnen? Ja, met twee gezinnen. Twee gezinnen in één huis. Valt niet mee. Ja. Tijdens ons onderzoek neemt Marcel Holt telefonisch contact op. Hij vindt zelf dat hij gedupeerd is. En vergelijkt zich zelfs met de slachtoffers van Haiti. Die slachtoffers worden wel financieel gesteund en hij niet. Daar reageren wij maar niet op. Vervolgens wil hij niet dat zijn naam genoemd wordt in de uitzending. Laat staan dat hij voor camera wil reageren. Maar omdat er nog genoeg vragen over zijn, willen we toch met hem praten. Waar is bijvoorbeeld de boekhouding? Ik heb verder geen interesse om met jou te praten. Nou, meneer de familie de Vries, ja? Heeft volgens de ton naar TCS betaald. Ja? 10% aan u. Waar is dat geld bijvoorbeeld? Welk geld? Heeft u bijvoorbeeld een boekhouding kunnen overleggen aan de curator? De boekhouding ligt bij de heer Peter Dam. Met die mensen, joh. Dag mevrouw, ik stel me niet voor. Ik vind dit zo onbeschoft gedrag. Onbeschoft. Maar u gaat wel gewoon door met andere mensen. Nee hoor. Kasteelwoningen. Ja. Ook allemaal gedupeerden. Is niet van mij. Nee, van de heer Slikker. Ja, dat is niet van mij. Die is ook aan de grond inmiddels. Ja, maar dat is niet van mij. Dat moet niet van mij zijn. En inmiddels van woners. Ga nou even weg, joh. Je bent mijn buurt. Mart, laatste. Hey. Waarom niet lastig, joh? Waarom lastig? Weet je wat voor problemen we hebben? Ga lekker weg. Ik heb al gezegd door de telefoon. Ik heb al gezegd door de telefoon. Ik wil geen contact. Is dit trots opgelicht van mijn familie Meneer. Meneer. Mars, ga naar binnen. Rot lekker op. Wat ik eigenlijk wel gewoon van hem zou willen weten, is of hij op een of andere manier helemaal geen schuldgevoel hierover heb. Dat hij zoveel partijen, zoveel mensen uiteindelijk in de val lokt. En mensen achterlaat met, nou ja, je ziet het op de achtergrond, niks voor een hoop geld. 80 centimeter te hoog gebouwd. Maar ze geeft geen antwoord meer. Nee, we hebben de verkeerde. Zou u ook laat ze naar Dennis gaan en laat ze naar... En u bent ineens weg. Die eikel in Hengelo gaan. Nou, ik ben niet weg. Ik ben nog steeds bereikbaar voor die mensen. Voor alle mensen ben ik bereikbaar. Iedereen die vragen heeft, kan bij mij komen. Ik kan het allemaal keurig uitleggen. Ja, dus er is helemaal niks aan de hand. Als je zoveel mensen kapot maakt en ook nog zo agressief, dan moet jij gewoon onder psychische hulp. Waarom staan wij nu bij de verkeerde? Omdat wij zelf de grootste gedupeerden zijn. Ja? Ik ben meer dan 630.000 euro achter de wagen. 28 april deze week wordt mijn kavel geveild. Maar vertel dit niet voor tv, man. En de twee Egyptische broers in Almere liggen 2 funderingen. De voorcalculaties zijn dusdanig laag dat het enorm hoog uitkomt. Dus die mensen die zitten bij voorbaat al met een probleem. Dat is ook niet waar. En u doet de voorcalculaties toch? Daar bent u toch voor verantwoordelijk? Nee, dat is ook niet waar. De families die u bedoelt, de families zijn bang. Ja, de families zijn bang in Almere. Dag Rinaldo en François, leuk. Die hebben, ja, een casco-woning gekocht. En die woning kan ook daadwerkelijk, zoals ik het berekend heb, en die heb ik niet eens zelf berekend, maar die woning kan ook voor die prijs gewoon nog steeds afgebouwd worden. Voor die prijs? Ja, ik heb ze dat zelfs ook nog op schrift gegeven. Dus, en dan zeiden ze, hé, maar ik moet ook nog mijn dak dicht plakken, als je dat klopt. Maar dat stond ook niet in jouw overeenkomst. Lees maar eens na. Sorry? De hele fundering deugt niet. Jawel hoor. Nou, hier zie je dat al. Dat de vloer is gaan wijken tijdens het storten. Ik denk in eerste instantie moet er gekeken worden in hoeverre dat aangepast moet gaan worden. Eventueel in overleg met een constructeur. Ja, door eventueel gedeelte van de begaande grondvloer weg te zagen als dat mogelijk is. We spraken ook met de eigenaar van kasteelwoningen, Dennis Slikker. Hij raakt bevriend met Marcel in de periode dat het faillissement van Eurowonen speelt. Ze gaan samen verder met kasteelwoningen. Nou, het is op mijn naam gekomen omdat Marcel Holt heel veel problemen heeft gehad met het eurowonenverhaal. Daarvan was ik op de hoogte, want in het eurowonenkader heb ik hem ook ontmoet in Peterdam samen. Kon hij in principe helemaal niks op zijn naam nemen, was zijn verhaal. Hij kon helemaal niks doen, dus ik heb gezegd van nou, dan doe het wel op mijn naam. Want ik zag geen kwaad in en ik had ook geen kwade opzet. Maar soms heb je wel gewoon een klik met mensen. Het was voor mij ook best wel een vertrouwenspersoon. We hebben best wel veel dingen met elkaar gedeeld. Is een beetje overdreven misschien, maar ja, ik ben ook wel bij hem thuis geweest. En de situatie daar aangehoord, hoe slecht het ging financieel. En waarom werd u op non-actief gesteld door Dennis Slikker bijvoorbeeld? Waarom? Waarom ik op non-actief? Dat weet ik tot op de dag vandaag nog steeds niet.
Van het een op het andere moment was mijn telefoon uit en ik was op non-actief gesteld. En waarom weet ik niet. Het ging slecht met mijn bedrijf, met Daily TFB en met kasteelwoningen. En Marcel ging zich steeds meer wenden naar de kant waar misschien wel geld te verdienen was. Dan bereik je eigenlijk je punt als mens zijn dat je het gewoon niet meer kan hebben. Iemand die je helpt. Ik heb zelfs privé een auto voor Marcel Holt gekocht waar hij in kon rijden. Dat hij nu achteraf zegt dat ik bijvoorbeeld zijn auto heb gestolen, dat is ook niet waar. Die staat hier achter op de stoep, kan die elke dag ophalen. Maar ik denk dat ik hem maar naar de politie ga brengen, want anders zegt ze nog dat het diefstal is. Ik heb duidelijk een mailverkeer van hem, waarin hij aangeeft dat ik kan fluiten naar de auto. En dat ik die pas terugkrijg als hij al zijn geld gekregen heeft. Maar vanaf het moment dat ik geschorst ben, heb ik niet meer in die auto gereden. Maar ik ga hem ook niet inleveren, want ik moet januari, februari, maart en april nog steeds mijn loon betaald krijgen. Vanaf januari heb ik geen loon meer gehad. Twee maanden salaris krijgt hij nog van mij. Dus februari, maart en dat is het. En voor de rest is het eigenlijk, ja... alles wat hij probeert te vorderen op mij, dat is weg te schrijven tegen de problemen die hij veroorzaakt heeft met zijn diensten. En dat is onder advocaten. En die praten daar verder over. Maar hij heeft daar geen recht meer op. Nee, maar ik was in loondienst bij kasteelwoningen. En dat meneer Slikker een rapportje van heeft gemaakt. Maar ik ga niet bij kasteelwoningen over financiële zaken. Ik ga niet over de boekhouding. Dan moet je bij meneer Slikker wezen. En die heeft een beetje een slechte boekhouding gevoerd, zo blijkt. Kijk, ik wil niet zeggen dat ik zelf helemaal alles in één keer goed gedaan heb. Ik heb zelf ook te veel hooi me voor genomen. Waardoor de dingen verslond zijn. Ik heb geen goed administratie gevoerd altijd. Dat is helemaal mij te wijten. Alleen omstandigheden daar... waar je toch vertrouwt op iemand dat hij dat voor je opvangt of signaleert. Nou, dat was gewoon helemaal weg. Er krijgen een hoop mensen geld van mij, op papier van mij... wat niet alleen door mij veroorzaakt is. En dat is misschien wel het meeste wrange. Wat vindt u ervan dat al deze mensen onafgebouwde huizen hebben? Nou, de familie Klaas heeft volgens mij een woning. Het beloofde huis van meneer Holt. Dit had het huis moeten zijn. En dit is het huis wat we nu hebben. Familie van Taling, die help ik nog steeds, die mensen. Ik wil jou gewoon hier op terrein niet meer zien. Want jij komt je afspraken niet na en je liegt en bedriegt alleen maar. En daar heb ik nu even helemaal geen zin meer in. Alles wat ik kan, probeer ik te doen om die mensen te helpen. En Sven Jurgen, wat is zijn rol geweest volgens u? Nou, dat is een hele goeie. Ik ben ook meerdere malen wezen zoeken in Duitsland. Hij is... inmiddels veroordeeld, dat is alweer een half jaar geleden, denk ik, of maar al een jaar, is hij veroordeeld wegens fraude en oplichting. Hij scheen al een meesteroplichter te zijn, zo bleek later. En uiteindelijk promoot het juist die man. Wat wist ik toen niet? Dat wist ik achteraf. Waar is het geld? Dat moet je aan hem vragen. Gaan we ook doen? Ja, nou, ik hoop dat je hem kan vinden. U heeft ook geen boekhouding kunnen overleggen aan de curator? Omdat meneer Peter Dam die heeft in Hengelo. En meneer Peter Dam heeft dat afgegeven aan een boekhouder van hem. En tot op de dag van vandaag willen die de boekhouding niet afgeven. Tja, Rinaldo zijn bang. Meneer Holt spreekt u rechtstreeks aan en zegt... ik ben altijd te bereiken voor u. Hij is altijd te bereiken, ja. Dat klopt. Maar lost dat iets op? Nee, allemaal losse beloftes. En wat hij net ook zei, van dat hij dus geen dak in de casco berekend heeft. Ja, voor hetzelfde bedrag krijg ik straks een huis onder dak. Ja, kan hij het bedrijf nog leveren voor de... kan hij de woning nog leveren voor de prijs die afgesproken is? Ja, zonder dak. Zonder dak. En dat was volgens u niet afgesproken? Nee, een casco hoort een dak erbij. Ja, zou ik ook denken. Dat weet je ook. Eurowonen BV is dus failliet. Wij spraken met de curator, maar zijn antwoorden waren zeer sumier. De boekhouding is nooit aan de curator overlegd. Ondanks de vele vraagtekens en de op zijn minst dubieuze rol van Marcel Holt... lijkt de curator het faillissement te willen afronden zonder nader onderzoek en zonder aangifte te doen. Peter Dam is hier in de studio. Welkom. Het bedrijf was ook van u, Eurowonen BV. En het lijkt alsof u allemaal onder één hoedje heeft gespeeld. Marcel Holt, Sven Jurgen en u hebben allemaal geplukt uit de ruif van een bedrijf... dat wel heeft geïncasseerd, maar niet heeft geleverd. Wie is de hoofdschuldige? De hoofdschuldige? Nou, laat ik dit zeggen. Ik ben verantwoordelijk geweest voor wat ik heb gedaan... tot de dag dat ik dus op moest stappen van meneer Holt. En ik ben gedwongen weg te gaan. Was in 31 augustus, of eigenlijk 1 september 2008, moest ik gedwongen weg. Wie heeft dan het meeste geld ontvreemd uit het bedrijf? Op dat moment had ik de boekhouding. En bij mijn weten en van de huidige, toenmalige accountant... business controllers in Dronten, was het bedrijf gezond... We hadden er geen schulden in, alleen maar een positief saldo's. En oogt het een positief saldo en ook was het een gezond bedrijf met een goede orderportefeuille.
Het was u niet bekend dat bijvoorbeeld Sven Jürgen bedragen ontvreemd zou hebben uit het bedrijf? Of dat hij wel bedragen geïncasseerd heeft, maar niet geleverd heeft wat hij had gezegd? Niet van bekend. Want, en hetzelfde geldt voor Marcel Holt. Er was geen geld verdwenen op het moment dat u vertrok. Nee. Ik heb zelfs de... nadat ik dus weg moest gaan, heb ik gevraagd aan de accountant of hij een tussentijdse jaarrekening wilde opzetten. En ik heb gevraagd aan de heer Holt of hij een brief wilde doen naar alle klanten, opdrachtgevers, leveranciers en alle betrokkenen van het gedwongen opstappen van mij. Daar moet ik nu nog op. Dat moet nu nog komen. Ik heb nooit afscheid kunnen nemen van al deze mensen. Er zijn een aantal mensen. Ik mocht ook geen contact zoeken met al deze mensen. Ik was gelijk van het toneel verdwenen. Deze Sven Jürgen, daar komen we straks nog op terug, die heeft u aanbevolen bij een aantal mensen. Dat heb ik Sven Jürgen aanbevolen? Ja, dat zegt hij. Dat zegt Sven Jürgen? Ja. Nou, Marcel Holt is bij mij gekomen voor een samenwerking in Euromac systeem, Eurowonen. Euromac is een bedrijf in Frankrijk. En Euromac is degene die ons heeft aanbevolen dat TCS, Sven Jürgen, de aannemer is voor Nederland. En dus u moest met hem werken? Wij hadden daar geen keuze in. Okay. Op dat moment. Uit de boekhouding, want wij hebben de boekhouding ook in kunnen zien, is ons ook gebleken dat ook u fors betaald kreeg uit een nog startend bedrijf tot 9.500 euro per maand. Hoe voelt u zich daar nu over dat u dat geld geïncasseerd heeft, wetende dat er mensen, hele gewone mensen zijn, die meer dan een ton schuld hier aan overgehouden hebben? Ja, nogmaals. Tot op de dag dat ik dus weg ben gegaan, heb ik inderdaad een honorarium genoten. Maar dat is conform de arbeids het werk wat ik geleverd heb. En daar heb ik nogal aardig wat voor moeten doen. En dan kunt u wel zeggen van ja, het is een maandsalaris geweest van een keer 9.500 euro. Het was niet elke maand 9.500 euro. Nee, maar wel vaker dan één keer. Nee. Ja, het is wel vaker dan één keer. Wie is dan er hoofdschuldig aan dat het niet goed is gegaan? Dan blijft mijn eerste vraag staan. Dat blijft overeind staan voor mij. Ik weet niet wat er daarna gebeurd is met Eurowonen. Goed. Ik ga naar meneer Van der Vaart, want die zit hier ook vanavond in de studio. Welkom. U bent de huidige financieel adviseur van Peter Dam. En u heeft dus inderdaad naar die boekhouding gekeken. Wat waren uw constateringen? Bedroevend. Er zijn veel mutaties. Het lijkt erop of dat dus vroegtijdig geld weggesluist is. En door in wie? Dit geval door Marcel Holt. Hebt u die onderzoeksgegevens aan de curator gegeven? Ik heb er wel over gehad. Maar hij heeft tot de dag van vandaag heeft hij ze nog niet gevraagd. Want zou u meneer Dam vrij willen pleiten, dan moet de curator natuurlijk meegaan in het onderzoek en tot dezelfde conclusies komen. Hoe gaat u die curator aan het werk zetten? Nu dit alles overzien, zijn er een aantal punten wat ik kan aanspreken om de curator te dwingen om sowieso meneer Holt te bewegen om mee te werken, om de boekhouding af te geven. Zo niet, dan heeft hij middel, machtsmiddel, om te laten gijzelen. En ten tweede zal ik dus nu een brief gaan schrijven om te zeggen van ik heb hier de gegevens en het wordt nu wel tijd dat je aan de slag gaat. Anders gaan we dus naar de rechtercommissaris toe om aan te geven van dat hij gewoon zijn werk niet doet. Ja. Wat, is dat ook in het belang van de huizenkopers? Ik denk het wel. Wat zou die daaraan kunnen hebben? Als blijkt dat Marcel Holt bestuurders aansprakelijk gesteld kan worden in de BV, dan wordt hij in privé aansprakelijk gesteld. En dan zal waarschijnlijk ook het geld van alle slachtoffers, dus de leveranciers, de huizenkopers, zal die dus moeten gaan vergoeden. Ja. En ik denk dat die dan tot zijn 65 dus onder het juk zit van betalen, ja. De grote vraag blijft ook welke rol Sven Jürgen gespeeld heeft. Dus we gaan naar Duitsland. We beginnen onze zoektocht op een oud vestigingsadres in Rockenhausen, 100 kilometer ten zuidwesten van Frankfurt. Hallo. Ik zoek Herrn Sven Jürgen van TCS Baubüro. Zegt u dat wat, of? Nee. Nicht. Gucken Sie mal, da ist noch ein Eingang. Oké. Hier das langgestreckte Gebäude, das da vielleicht ist. Oh, oké. We lijken al meteen B te hebben.
Kennen Sie Herrn Sven Jürgen? Der soll hier oben irgendwo Büro haben mit TCS. Kein Kommentar. Kein Kommentar? Ist auch Kommentar, ne? Volgens de Duitse Kamer van Koophandel heeft hij ook ingeschreven gestaan in Ranswaier, een dorp 10 kilometer verderop. Hier blijkt een ex-vriendin te wonen. Ik heb gehoord dat hij had Sven Jürgen gewoond. Ja. Waar woont hij nu? Kunnen ze me dat bitte zeggen? Ik heb geen contact met hem. En vrienden in de nähe had hij ook niet, hoor. Niks. Also die vrienden die ik ook gekend heb, die hebben al geen contact met hem. Mm-mm. Die willen ook niks met hem te doen. Schuldet ja mir noch Geld. De stiefvader van Sven Jürgen blijkt 20 kilometer verder te wonen. Een dag, meneer. Wo kan ik den Sven vinden? Wat wissen Sie was? Dat is in Rockehausen. Normalerweise is er zu Haus. Ja? Ja. Vielen Dank. Bitte, bitte. Tschüss, tschüss. Hallo. Guten Tag. Sie, Herr Jürgen. Jawohl. Sven Jürgen. Ja. Hallo. Ich habe Ihren Namen bekommen von Marcel. Und, aber so positiv gelaufen ist. Nee, weil die Firma ist liquidiert, ne? Ja, durch das Bauvorhaben mit Herrn Holt. Oder ja. Durch die Zusammenarbeit mit Herrn Holt. Weil? Weil Herr Holt halt Gelder nicht an die Stelle weitergeleitet hat, wo sie hin sollten. Das Lustige ist jetzt, dass Herr Holt sagt, dass Sie das gemacht haben. Ich kann nachweisen, dass letzte Zahlungen von Herrn Holt nicht an uns weitergeleitet worden sind, sondern bei ihm geblieben sind. Und wenn dann die Zahlungen vom Herrn Holt dann nicht weitergehen und auf einmal auf einen Schlag Stopp ist, das konnte mir nicht auffangen. War unmöglich. Mich hat es gestört, dass der Herr Holt von heute auf morgen sagt, er hat nichts damit zu tun. Wie haben Sie ihn kennengelernt dann? Herr Holt. Und durch den Herr Damm haben wir dann Herr Holt kennengelernt. Der Damm war Architekt, oder? Richtig, ja. Auch für uns. Ja, ja. So, der und, Peter Damm. Ja. Ja. Und dann kam der Herr Holt ins Spiel. Und da der Herr Holt gesagt hat, er hat selber eine Firma und er könnte das vermitteln und Provisionsbasis 10% und so weiter. Und er würde uns dann generell in Holland unterstützen. Das ging ungefähr anderthalb Jahre, bis dann das erste Projekt war. Und da das sein eigenes war, war ich mir eigentlich sicher, dass das funktioniert. Nur schlussendlich ist darauf hinausgelaufen, dass sein Haus angefangen wurde zu bauen. Und alles andere wurde nebenher geschoben. Verzögert. Ja, richtig verzögert. Und was war die Rolle der Herrn Damm dann in alles? Architekt und Betreuung der Kunden. Und finanziell? Hat er nur mit unter 10% an jedem Kunden bekommen. Plus die Pläne, ja. Wo er erstellt hat. Mm-mm. Wenn man jemandem vertraut und dann... Ja. Aber die Kunden haben Ihnen auch vertraut, natürlich, ne? Ja. Das ist ja das... Kennen Sie den Namen der Kunden in Holland? Ja, natürlich. De Vries und so weiter. Und Klaassen? Ja. Ja, die fehlt einige Euros, ja, ne? Ja, natürlich. Das ist... Ich fühle Sie betrogen. Verstehen Sie das? Mit Recht. Ja. Mit Recht, das habe ich denen nie abgesprochen. Ook Sven Jürgen blijkt niet veel ervaring in de bouw te hebben. Wie viele Wohnungen haben Sie hier gemacht in Deutschland dann? Wie viele? Haben wir drei Häuser, mehrere Garagen haben wir gemacht. Das lief alles wunderbar. Sie sagen mir, dass alles Geld, was in TCS war, ist weg. Ja. Da sind Rechnungen mit bezahlt und alles und alles, Sachen gekauft. Und ja. Aber... keine, weder Privatsachen noch was. Keine Privatsachen, nur alles für eine Firma. Sven Jürgen verwijst uns naar de curator. Daar zouden alle bewijsstukken liggen. We nemen contact op. Alle papieren, Sachen sind noch mit Dr. Hess, nicht? Wir haben das im Juni schon abgelegt, letztes Jahr. Also letztes Jahr. Die Unterlagen wieder bei dem Geschäftsführer sein. Da dürfen wir hier nicht mehr viel haben. Ich habe den Verwalter, den Herrn Hess, angerufen. Ja. Und der sagt, das Insolvenz ist abgewendet und alle Dokumente sind zurückgeschickt nach Herrn Jürgen. Sie haben hier nichts? Nein. Wenn Sie sagen, Sie haben E-Mails bekommen, sind die nicht mehr im Computer dann? Können Sie jetzt bitte gehen? Es gibt schon riesen Ärger hier mit Polizei und alles. Mit Polizei? Warum? Könnte man das jetzt hier beenden mit der Nachbarschaft und hin und her? Okay? Sie können mir nicht helfen, da sind Sie sicher. Sicher, es ist jetzt beendet. Ja, es fällt mir ein bisschen schwer, um zu glauben, dass Sie die Dokumente nicht bekommen haben. Es fällt mir ein bisschen schwierig. Verstehen Sie das? Komm, beendet.
Tja, een opmerkelijke omslag. Als we van de Duitse curator horen dat de boekhouding weer bij Sven Jürgen zou moeten liggen, wordt Sven Jürgen boos en rijdt hij weg. Peter Dam, voormalig eigenaar van Eurowonen. Wat denkt u nou als u dat ziet? Ja, ik vind het niet de goede constatering wat hij allemaal zegt. Want ten eerste is Sven Jürgen geïntroduceerd door Holt aan mij. En ja. Maar wat vindt u ervan van die omslag? Heeft u nou toch ook het gevoel dat Sven Jürgen het een en ander weggesluist heeft? Dat zal vast, maar dat is allemaal gebeurd dan nadat ik weg was. Ja. Kijk, ik weet niet wat er daarna zich afgespeeld heeft. Ik kan wel alleen... Kunt u zich voorstellen dat het voor de kijkers van vanavond buitengewoon moeilijk zal zijn om duidelijk te hebben en glashelder te hebben wie nou de hoofdverantwoordelijk is in dit verhaal? Jawel, dat begrijp ik wel. Als ik dit als leek bekijk, dan is het... Is er veel rotzooi gemaakt. Mensen veel geld kwijtgeraakt. Ja, maar goed. Nogmaals, ik kon daar op dat moment niks meer aan doen. En ik wist niet wat er ging gebeuren natuurlijk. Nee. Daarna. Nee. Goed, hier laten we het even bij. Ik ga nog even naar de familie Seinbang. Rinaldo. Als we nou even het Zwarte Pieter helemaal afmaken, de laatste kaart. Waar legt u hem neer? Wie is hoofdverantwoordelijk? Bij mij is het Kasteel Woningen. Kasteel Woningen. De familie Klaassen. Wat denkt u? Wie is hoofdverantwoordelijke deze? Nou, Marcel Holt. Ja. Want Kasteelwoningen heeft ook nog die andere eigenaar, meneer Slikker. Ja, maar ik kan me voorstellen dat meneer Slikker... eigenlijk gewoon door zijn praatjes en zijn zogenaamde vriendschap door de knie is gegaan. Ja. Want zo weet hij eigenlijk mensen te bespelen. En ik durf gewoon ook te zeggen dat meneer Slikker gewoon een keurig nette meneer was. En die te veel vertrouwen heeft gegeven aan meneer Holt, met alle gevolgen. Wij hebben Marcel Holt verschillende malen aan de telefoon gehad. In het laatste gesprek heeft hij inderdaad toegegeven niet zoveel verstand van de bouw te hebben. Mocht u van plan zijn een huis te gaan bouwen, kijk dan altijd of de partijen waarmee u zaken doet een keurmerk hebben in de bouw. Laat u goed voorlichten door uw gemeente en spreek een goede betalingsregeling af. Zo moet u nooit meer dan 10% per keer aanbetalen. Meer informatie vindt u op de website. Ik dank u heel hartelijk voor het meewerken aan deze reportage. Dank u wel. En hetzelfde geldt voor de heer Dam en de heer Van der Vaart. Dank u wel. Meld u ook aan voor de opgelicht nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de wereld van oplichting, fraude en bedrog. En dit was Opgelicht voor vanavond. Bel 0900 112 1121 als u informatie heeft of tips kwijt wilt. Wie weet kunnen we dan nog meer mensen waarschuwen en nieuwe oplichtingszaken voorkomen. Voor nu een prettige avond en graag tot over 3 weken. Zelfde tijd, zelfde zender. Uur per dag. Het leukste en beste op tros.nl.